Fjord, want die bestaan al vele maanden langer. Maar het is toch wel altijd interessant. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de ziekenhuisomroep Sittard ontving Wil Frenke de speld van verdiensten van de gemeente Sittard-Geleen uit handen van burgemeester Schraakoks. Hij is de vrijwilliger met de meeste dienstjaren bij de omroep en is geruime tijd voorzitter geweest en was initiatiefnemer van de sportverslaglegging bij de omroep. Hij presenteert nog steeds sportprogramma's voor ziekenhuisomroep Sittard en is bovendien jurylid van het optochtcomité in Sittard en maakt al vele jaren deel uit van de collectantengroep. Vuile jaren later wordt nog de kelder verwoest.